Laser Radiaal met Marit Bouwmeester wederom op de startlijn voor deze Mellow Race in de 29e Delta Lloyd Regatta. En weg zijn ze in de Laser Radiaal. Prachtig gezicht. En dat is wederom keihard werken in die koude, ijskoude wind hier uit het noorden. Je ziet ze met dat bovenlichaam helemaal buiten de boot hangen om die boot recht te houden. De juryleden varen tussen ons door. Die willen kijken of er niks onreglementairs gebeurt. 6 van de beste meiden uit deze Laser Radiaalklasse gaan hier starten hier voor hun eerste kruisrak. Ze gaan 3 rondjes doen ze in deze Mellow Race. En Marit Bouwmeester en Lia Xu, daar gaan ze, de Chinezen, op de dijk af van Medemblik. Op een gegeven moment moet je dan overstappen. Dan zal Bouwmeester de Chinezen ruimte moeten geven. Maar dat is voorlopig nog een prachtig gevecht hier tussen het goud en het zilver uit Londen. In dit eerste kruisrak. Annelies Murphy is overstag gegaan. Die gaat de andere kant op. En deze twee vechten nog even hun privéstrijd uit hier. Want die is nog niet afgelopen. De Chinezen wil water hebben. En die vraagt om water. En dat krijgt ze dat. Omdat ze overstag moet. Omdat die dijk eraan komt. Bouwmeester geeft haar dat. Juryleden die hier ietsje links van ons liggen. Dat zeg ik dan tegen Ted Densen, onze cameraman. De juryleden die hier links van ons liggen. Die bepalen dat. En die geven aan of dat wel of niet de straf oplevert. Dus Bouwmeester heeft daar reglementair gehandeld. De Chinezen heeft de binnenkant en het gevecht gaat hier zo voort. Hangend op die buikspieren en die bovenbenen in die hele oncomfortabele laser die helemaal niet zo hard gaat. Waar je waanzinnig hard voor moet werken om dat ding tegen de golven in te duwen, zeg maar. Want dat zie je ze doen met het bovenlichaam. Ze duwen die boot steeds naar voren richting de wind en richting de bovenboei. En daar komt ze aan. Annelies Murphy, zoals we dat noemen. Deze mevrouw greep net naast de medailles in Londen. Grote Ierse zeilster, vooral lang. Dus dat heeft voordeel met veel wind. Ze is ook een geduchte tegenstander met heel veel wind. Omdat ze heel veel gewicht buiten de boot kan brengen, omdat ze lang is. Als eerste rond de boei. Bouwmeester heeft dat gevecht aan de linkerkant tussen de Engelsen en de Chinezen en haar gewonnen. Maar ze zal de Fransen daarvoor moeten laten gaan. En daar gaat de Fransen vooral langs. Bouwmeester gaat nu overstag. En heeft daarmee het recht van de weg. Komt over bakboord op die boei af. En je zult zien, op een derde plaats doet Bouwmeester hele goede zaken. Want daar ligt ze voor Alison Young, de Engelse. Die als eerste deze Mellow Race in is ingegaan. En die ligt nu 1 positie achter haar. Dat wil zeggen, op deze manier gaat Bouwmeester op het goud af. Maar ze moeten nog 3 rondjes. Annelies Murphy, daar komt ze aan. Alsof ze al onderweg is naar Ierland. Ze is gewoon echt vertrokken. En ze heeft de rest van zich achtergelaten. Groot schoot los en dan gaat ze rond de boei. Geen centje pijn. Deze mevrouw heeft het ook niet koud, denk ik. De rest van de vloot wel. Neerhouden los. Even hangen. Boten om de boei heen. En daar gaat ze. De jury komt daar ook even kijken of alles goed gaat. Je ziet minder wind. Ik ga er ook gelijk minder hard van praten. Maar niet minder ingewikkeld en minder spannend in deze Mellow Race. En dan zijn we alweer bij de benedenboei. En Bouwmeester nog steeds op een tweede plaats. En daar gaat het om. Blijft ze op die tweede plaats en blijft ze vooral voor de Engelsen. De Engelsen hier op een derde positie, die zit haar op de hielen. En je ziet, het is hard werken en ineens is die wind weer toegenomen. En het is dus een heel ander spelletje geworden weer. Met hard hangen, hard werken en de Chinezen daar op een zesde positie als laatste rond. Annelies Murphy, daar komt ze. Als eerste over de streep van deze medal race. En hiermee pakt ze de gouden medaille volgens mijn calculatie. Want in eerste plek hier en als derde erin gaan is 4 punten. En daarmee hebben we hier de winnaar van het evenement. Dus het mooie wat zich hier voordoet in deze medal race is dat de finishvolgorde van de medal race ook de medailles bepaalt. Murphy het goud, het zilver voor Marit Bouwmeester en het brons voor Alison Young uit Engeland. De Chinese is deze medal race er niet aan te pas gekomen. En hiermee het Bouwmeester die niet juichend over de finish gaat, maar toch waanzinnig goede prestatie neergezet. Met een zilveren medaille hier op de 29e editie van de Delta Lloyd. Maar het Bouwmeester, een zilveren medaille denk ik, uit mijn berekeningen. Ja. Hoe was die race? Ik bedoel, het lijkt wel winter hier in Medemblik. Ja, het was wel behoorlijk koud, maar vandaag viel mee. Maar is van niet zoveel te zeggen eigenlijk. We hadden echt een heel kort baantje, hè? Ja. En 3 keer, dus viel niet zoveel in te halen. En die Iers had zoveel gewonnen in het eerste kruisrak. Dus, Maar wel tevreden met je prestatie hier? Ja, zeker. Ik voel ook niet als allerbeste. En de Iers heeft verdiend gewonnen. En het was een goede, hoe zeg je dat, revanche van haar. En ze heeft echt verdiend. Dankjewel.